staan hier op de grens van de Schipsloot en de Beuzensloot. En daar kan Bert Nijkamp van alles over vertellen, want er is een grenssteen opnieuw geplaatst. Ja, dat klopt. Dat wil zeggen, die grenssteen die stond hier al in 1820. Mede eigenlijk naar aanleiding van een decreet wat Napoleon had afgekondigd, is het direct gevolg daarvan dat de grenzen toen nader bepaald werden. En een van de ideeën rond die na de grensbepaling was dat die ook afgebakend moesten worden. En dat werd met grensstenen gedaan. Bepaalde grensstenen bestonden al. Deze is in die tijd geplaatst aan een toen hele belangrijke toevoersweg. De wegen in die tijd, dan spreken we inderdaad over begin 19e eeuw, de wegen waren heel slecht. Het vervoer hier in Twente met name vond over water plaats. En nou goed, daarom staan we ook op deze unieke plaats waar de Schipsloot vanuit Friesveen komende overgaat in de Hollandse Graven. Op de grens van de Beuzengraven, zoals op zoveel plaatsen, diende die grens goed afgebakend te worden. En dat werd in dit geval ook door die sloot gedaan. Die grenssteen, Bentheim zandsteen. Daarvan waren er op het hoogtepunt, en dan heb ik het inderdaad over 1830, 24. Uiteindelijk zijn er nu nog 8 over, waarvan er een zestal op de oorspronkelijke plaats staan. En deze is dus vandaag op 4 oktober teruggeplaatst door bouwbedrijf Westerhof. En hoe belangrijk is zo'n markering dat het weer terugkomt? Nou ja, je ziet het al om je heen. Het is een beetje, ik wil niet zeggen heel ongezellig, maar het is een beetje een desolate omgeving. Hoe bijzonder is het om op zo'n plaats, ik memoreer het al eerder, de Schipsloot, om daar een cultuurhistorisch monument te hebben staan van meer dan 200 jaar oud. Wat dat betreft hebben we het hier in Almelo niet voor het oprapen. Dus alle kleine beetjes die er zijn, vind ik, moet je koesteren. Dankjewel. Graag gedaan.